Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga eindelijk een video opnemen die al heel lang is aangevraagd, namelijk de first impression video van de nieuwe Action producten. Dat werd me al een tijdje gevraagd en ik had laatst weer wat nieuwe producten erbij gekocht. En toen dacht ik, nou, het is wel heel erg leuk om deze video op te gaan nemen. Dus ja, ben je benieuwd hoe ik deze look heb gemaakt, met welke producten ik dat heb gedaan, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met foundation en dit is de 122 Natural Beige Foundation. Deze foundation had je zowel in een matte als in een glimmende variant. Ik heb de glimmende variant zelf niet gezien, dus ik heb alleen een matte. Heel basic verpakking, gewoon een tubetje. Past eigenlijk wel bij de Action. En ik ga dit gewoon aanbrengen op een kwast, zoals ik dat altijd zou doen. De opening is vrij groot, moet ik zeggen. Normaal zijn de openingen wat kleiner. Zo, ik heb hem even op mijn kwastje aangebracht. Ga ik hem nu verdelen over mijn gezicht. Beetje in mijn nek. Oké. Smeren. Hij ruikt wel lekker. Ruikt niet vies of zo. Hij stinkt niet. Dat is wel een heel groot voordeel van mij persoonlijk. De kleur past wel goed bij mijn gezicht, vind ik zelf. Op zich ben ik wel tevreden over deze foundation. Tijd voor concealer. En ik ga hiervoor het True Hue Concealing Palette gebruiken. Dat is dit palette. Deze heeft de naam Z01 Natural. Er zit een 5 kleuren in. En ik ga eigenlijk de eerste kleur gebruiken, want die is vrij licht. Dus deze ga ik eventjes aanbrengen. Dan hebben we nog een concealer kwastje. Ik ben normaal wel meer van de vloeibare concealer. Of althans, zeg maar uit een verpakking of zo. Maar hij pakt op zich de concealer vrij goed op. Oh. Nou. Hij wordt wel goed aangebracht onder mijn ogen. Ik hoef de andere kleuren ook niet te gebruiken, want ik heb weliswaar geen plekjes of zo die ik moet verhullen. Dus de eerste kleur is voor mij nu prima. En het inblenden doe ik even met dezelfde kwast als met de kwast waar ik net mijn foundation mee heb aangebracht. Ingeblend, moet ik eigenlijk zeggen. Nou, hij geeft op zich wel een frisse look. Ik moet wel zeggen, je wallen die worden er niet echt minder van als je die hebt. Dat merk ik wel, of dan moet je een hele laag opbrengen. Maar op zich, hij werkt wel. De structuur vind ik op zich eigenlijk wel heel fijn. Hij is toch niet zo stroef als ik normaal gewend ben met dit soort paletten. Dus op zich vind ik het wel mooi. Dan ga ik eerst een contour aanbrengen en normaal zou ik eerst afpoederen, maar Action had geen bronzer in poedervorm, maar wel een contourstick. Dat is deze. En er zit aan de ene kant een bronzer, aan de andere kant een highlighter. Ik heb deze in de kleur 171 Dark Tan. Omdat dit vloeibaar is, dus ik ga even kijken hoe ik dit het beste kan aanbrengen. Ik denk gewoon zo. En dan heel goed inblenden. Normaal ben ik wel iemand meer van de poeders. Oké. Beetje op mijn voorhoofd. En een beetje hier. Nou, prachtig. Hij ruikt niet zo lekker, moet ik zeggen. Dat is dan wel weer een dingetje. En die gaan we dan maar eens even proberen om een beetje te blenden.
blenden. Op zich gaat dat prima. Dat valt niet tegen. Ziet er streperig uit anders. Nou, het valt me eigenlijk helemaal niet tegen. En ik doe dit bewust onder mijn poeder, want over je poeder dan wordt het heel erg, ja, stroef, zeg maar. Oh, mijn wangen vind ik het iets minder. Je moet hem niet heel dik aanzetten, merk ik wel. Nou zie ik het ook bijna niet meer op mijn wangen. Nou zeg. Oké. Ik geloof niet dat ik het heel erg mooi vind. Nee, ik heb toch gewoon echt wel liever een poeder, want kijk, op mijn voorhoofd zie je het nog wel, maar op mijn wangen rolt echt, ja, een beetje een bruine vlek. Je ziet niet echt duidelijk waar je goed kunt contouren. Nee, die stikje valt me een beetje tegen. Dat is een beetje jammer, maar vooral op mijn wangen dan. Hier onder mijn kin en op mijn voorhoofd vind ik het wel oké, maar op mijn wangen vind ik het niet echt heel erg fijn ofzo. Dan ga ik even highlighter aanbrengen. En deze doe ik ook onder de poeder, want dit zijn highlighter drops. Ik heb deze in de kleur 131 Bronze Goddess. En het is gewoon zo'n verpakking wat, denk ik, ja, zie. Dus dit moet je met zo'n pipetje. Maar hoe gaan we dit dan doen? Ik ga het een beetje op mijn hand doen. Oké. Volgens mij werkt dit voor een meter. Nou, die verpakking is echt ruk, want ik kan, nou, ik denk dat er nu al wat in zit. Je moet hem echt, ja, zie. Nou, er komt bijna niks uit. Dit vind ik geen succes. Op zich is de kleur wel mooi, maar oké, we gaan het gewoon een beetje aanbrengen. Ik ga dit met mijn vinger doen. Het is normaal helemaal niks van mij, ja, om dit met mijn vingers te doen. Oké. Nou. Glimmen doet het niet, hè? Een beetje op mijn neus. Een beetje op het cupidoboogje. Nou, ik vind het niet echt heel succesvol of zo. Allereerst die verpakking, die vind ik drama. Komt bijna niks uit. Ik kan er ook niet zeggen dat ik denk van, wauw, dit is echt prachtig of zo. Maar goed, dat valt een beetje tegen helaas. Tijd voor de poeder. En ze hebben een compact poeder nu in het assortiment. En ik heb deze in de kleur 152 Dessert Beige. En volgens mij heb ik ook maar één kleur, althans. Hij oogt vrij donker. Dus ik hoop dat hij niet heel erg donker is. Mijn gezicht voelt nu al een beetje clownachtig aan. Wow, hij is wel heel poederig. Dus je moet hem wel even goed. Je ziet ook echt. Normaal, zeg maar, met highlighter drops zou je die er doorheen moeten blijven zien. Maar dit vind ik niet echt. Ik heb meer een soort van roze gloed. Oké, ik neem vrij veel poeder. De kleur valt eigenlijk wel heel erg mee. Het is niet dat ik nou echt een heel gekleurd gezicht heb ofzo. Dus het valt wel mee. Ik had hem donkerder verwacht, maar het past eigenlijk prima bij mijn huid. Tijd voor blush. Ik heb deze in de kleur 110 Pink Set. En deze is vrij roze. Volgens mij heb je niet heel veel nodig, dus ik ga lichtjes aanbrengen. Ik bouw liever een beetje op, omdat ik achteraf zeg, nou, was dit het? Ja.
Hij is wel mooi eigenlijk. Alleen, doordat die highlighter er ook op zit, valt hij een beetje in het niet. Nou, op zich vind ik het wel een hele mooie blush. Maar een beetje blenden mag het wel. Dus ik ga het een beetje meer... Hij is wel heel roze. Maar geeft niet. Op zich vind ik een beetje roze niet lelijk, maar ik moet geen piepo-wangen krijgen. Hij is vrij heftig. Je hebt echt heel erg weinig nodig van deze blush in ieder geval. Dan is het tijd voor de wenkbrauw. Ik heb hier even wat meer ingezoomd. Ze hadden wel een nieuw wenkbrauwpotlood in het assortiment. Maar ik ben heel eerlijk, ik heb niks met wenkbrauwpotloden. Ik vind het niet fijn. Maar ik kwam wel een eyebrow mascara tegen. Oftewel, wat zeggen ze erover? Ja, eyebrow gel eigenlijk. Ik heb deze in de kleur 224 dark brown. Je had hem in een kleur, maar ook in transparant. Ik heb zelf een aantal transparante... wenkbrauwgels in mijn assortiment, in mijn stash zitten. Maar ik moet zeggen, ik vind het altijd een beetje smerig eruit gaan zien, want het wordt helemaal bruin. Dus ik heb mijn wenkbrauwen wel even licht aangezet met een poedertje. Maar ik ga ze dus nu zetten met deze wenkbrauwgel. Oké. Er komt wel kleur van af, dat absoluut. Ja. Even doorkomen altijd. Ik kan de kleur natuurlijk niet heel goed bepalen, omdat er al poeder op zit. Maar het is niet dat hij overheerst. Hij past op zich wel goed bij wat ik normaal ook doe. Ja, op zich vind ik het wel goed. Er komt niet super veel kleur vanaf, dus ik raad wel aan om er ook echt een poedertje onder te gebruiken. Of een potloodje wat je zelf fijn vindt. Maar op zich vind ik het niet heel verkeerd staan. Dus ja, op zich vind ik die wenkbrauwgel wel een goed iets wat ze hebben uitgebracht. Dan is het tijd voor de oogschaduw en daarvoor ga ik dit palet gebruiken. Dit is het Bertrand palet van het merk Miki. Heeft de naam 602 Natural Flirtation. En dit is een... Heel tof paletten. Hij ziet er ook zo uit. Echt super tof. En ik ga beginnen met de eerste kleur uit het paletten. Om hiermee te highlighten. Ik heb al eventjes een wenkbrauw. Of een wenkbrauw. Een oogschaduwbasis aangebracht. En ik ga die eerste kleur even aanbrengen op het wenkbrauwbod. Het is niet echt een highlighter, het is meer een setting kleur, heb ik het idee. En in de binnenste ooghoeken. Op zich kan het prima. Maar het is nou niet dat je echt gaat glimmen of zo. Maar om het te zetten is het prima. Dan ga ik in de arcadeboog deze kleur aanbrengen. Dit is de, even kijken hoor, negende kleur in paletten. Hij is vrij donker. Geeft niet. Ik blend hem toch heel goed uit. Ja. Even een blending squashje. Ik doe dit nooit met dezelfde kwast, maar altijd even apart. Zo. Hij blendt wel makkelijk uit, moet ik zeggen. Het is wel dat je vrij makkelijk... die je mee kunt blenden. Dat valt niet tegen. Dan ga ik in de Outer V de laatste kleur aanbrengen. De 12e. Dit is een vrij donker kleurtje.
hou er wel van. Je moet hem wel een beetje opbouwen, want hij is niet gelijk intens donker. En als je daar wel van houdt, dan is opbouwen wel echt aan te raden. Maar misschien vind je een licht kleurtje ook wel wat mooier staan. Dus dan hoef je hem op zich niet op te bouwen. Maar ik gooi er wel even 4 laagjes overheen. Zo. Uiteraard je eventjes goed blenden. Zodat je de laagjes niet zo ziet of de lijntjes. Het hoeft niet superveel, want anders smeer je van de oogschaduw uit. Dan ga ik de derde kleur uit het paletten. Dat is deze. Ga ik aanbrengen op het bewegend ooglid. Hij is mooi licht. Daar hou ik van. Ik vind dat dit paletten echt wel heel veel pigment heeft voor een paletten van volgens mij was die 2 euro. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel tevreden over. Echt wel, ja, de kleurtjes zijn ook leuk. Ik hou hier zelf heel erg van. Ja, ik ben wel echt heel tevreden over de kleuren. Mooi paletten voor een laag prijsje. Ze hadden helaas geen nieuw oogpotlood en een nieuwe eyeliner. Dus die heb ik wel even zelf aangebracht. Omdat dit voor mijzelf altijd mijn look heel erg afmaakt. Maar wel een nieuwe mascara. Dit is een waterproof mascara. En hij belooft long-lasting volume. Zit in een soort van, ja, dit is een tubetje. Dus we gaan even naar het borsteltje kijken. Dat zegt voor mij altijd heel veel. Oké, het is een beetje een kogelvormig borsteltje. Let's give it a try, zou ik zeggen. Normaal ben ik niet heel erg gecharmeerd van de mascara's van de Action. Volume? Nee. Of je moet superveel laagjes gaan gebruiken. Dat wordt dan zo'n harde kliedebol. Oh. Hij stinkt niet echt, maar er komt ook bijna geen kleur vanaf. Hij kwam net tegen mijn neus aan en mijn neus is gewoon niet zwart. Hoe bijzonder. De mascara die vind ik 10 keer niks. Dat kan ik je nu al vertellen. Er komt bijna geen kleur vanaf. Volume heeft hij absoluut niet. Dus die mascara... raad ik aan om te skippen. Tenminste, ik zou het niet aanraden. Nou, zien jullie wat? Ik zie helemaal niks. Ja, het is misschien een beetje zwart, maar het is dan niet dat ik denk van wauw, wat heb ik volumieuze wimpers gekregen. Absoluut niet, dus... Dan ga ik lipstift aanbrengen en deze verkopen ze per 2. Aan de ene kant zit 338 Rodeo Rose en aan de andere kant zit de 320 Sweet Punch. En ik ga die gewoon lekker aanbrengen, want hij ziet er lekker roze uit. Ik hou ervan. Op mij hadden ze best wel veel kleurvariaties. Oké. De verpakking is zoals altijd nog steeds erg slecht. Het zijn hele goedkope verpakkingen van de Action, maar goed. Het pigment is wel aanwezig, zeg maar. Ja, ik vind de kleur niet heel lelijk. Hij ruikt ook lekker. Hij ruikt echt een beetje zoetig. Het is geen stinkgeur die eraf komt. Dus op zich ben ik eigenlijk best wel... tevreden over de lipstiften. Op zich vind ik de complete make-up look best wel mooi geworden. Ik moet wel zeggen, ik ben dus absoluut niet tevreden over een aantal producten. Dat is dus de highlighter drops.
de contouring stick en de mascara. De rest van de producten vind ik wel heel fijn die ik heb getest. Ik ben eigenlijk misschien ook nog wel het meest verrast over dit concealer palet. Omdat ik het niet had verwacht, maar ik hem echt daadwerkelijk wel heel fijn vind. Dus dat is wel heel erg fijn. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben wel benieuwd of je zelf al producten hebt getest van de Action. En wat jouw mening erover is. Misschien vond jij de producten die ik nu aanduid als ik vind ze niet fijn wel heel prettig. Laat het zeker even weten bij de comments. Ik wil je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Als je even op het belletje drukt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. En dan hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!